Hier achter mij hangt een laat 17e eeuws tapijt. Je haalt hiermee het buitenbos naar binnen, dus je creëert een binnenbos. Dit tapijt komt waarschijnlijk uit het tapijtenatelier van Maximiliaan van der Gucht. Een van de belangrijkste en beste uit de 17e eeuw. Deze wever maakte heel veel van dit soort boslandschappen. De papegaai die je hier achter mij ziet, die zie je in verschillende van zijn tapijten terugkomen. Een set die een hele kamer bekleedt, kostte tussen de paar honderd tot een paar duizend gulden, wat een gigantisch bedrag is in de 17e eeuw. Het geeft daardoor niet alleen status, maar het is ook heel praktisch. Dus in een tijd zonder centrale verwarming is het gewoon heel lekker om zo'n wandbekleding te hebben. Ja, wij zijn heel erg geneigd om te denken, als je dan zoiets duurs hebt, dan ga je daar heel zorgvuldig mee om. Maar het was ook wel echt een gebruiksobject. Vaak was zo'n tapijt ook niet speciaal op maat voor een ruimte. En je moest het gewoon opzij schuiven als je er de kamer binnen wilde komen. En we weten ook uit beschrijvingen dat die tapijten vrij snel versleten en ook heel vies konden worden. Wijnvlekken, biervlekken, vet, maar ook roet natuurlijk van je haardvuur. De tapijten zijn in de 19e eeuw bij de bisschops gekomen als een geschenk van Sophie van Blieland. Zij had ze uit een buitenplaats en die buitenplaats was in heel slechte staat. Dus de tapijten zijn daar van de muur gehaald en zij heeft ze aan Kate Bisschop gegeven. Bij Bisschop in het atelier zijn ze in oude eer hersteld, want hij heeft ze gebruikt als gordijn. Ook als mooie achtergrond voor portretten. En een van die portretten kun je ook zien in de tentoonstelling. En daarmee gaat hij eigenlijk terug op een gebruik dat hij ook weer kon zien in 17e eeuwse schilderijen. We zien de nimf Eurydice die achterna gezeten wordt door een satyr die haar wil verkrachten. En tijdens haar vlucht trapt ze op een slang en hij bijt haar. Het is maar een heel klein wondje en toch is het door het gif dodelijk. Eurydice is getrouwd met Orpheus en Orpheus treurt dan ook enorm om Eurydice's dood. En het is een thema dat heel populair is in de 17e eeuw. Je kunt je voorstellen dat Orpheus en Eurydice, een verhaal over een gelukkig huwelijk, dat een soort voorbeeldfunctie is. En tegelijkertijd ook een verhaal met een slechte afloop omdat Eurydice sterft, wat ook heel herkenbaar geweest zal zijn, omdat de dood natuurlijk veel sneller op de loer lag dan vandaag de dag.